Oké, we zijn er allemaal, dus we kunnen voor vandaag beginnen. We gaan vandaag eigenlijk de locatie een beetje vastleggen en alle activiteiten en zo doen in plan. Dat we zeker zijn dat alles in orde is. Dan kunnen we binnenkort ook de briefing doen van de leerkrachten. En dan is alles zo goed als rond. Ja? Ja, wie? De locatie, wie moest er op zoeken? Ik ben gaan kijken voor die schaatsbaan. Er zijn een schaatsbaan, en dan hebben we nog een lokaal voor spinning en een lokaal voor zumba. Ik heb daar ook net al informatie van opgedocht. Als we dat schaatsen met leerlingen tijdens schooluur, wat we aan doen, is het 3,5 euro per leerling. En één begeleider per 10 leerlingen, dan mag je gratis binnen. Dus dat is misschien ook wel handig om mee te nemen. Het is ook morgen tot een instructor te vragen. Die kan dan 42 euro en die kan dan bijvoorbeeld schaatslessen geven of ijshockey geven. Dan moet je misschien serieus bekijken. Doen we dat niet? Ja. Is dat voor de ganse dag of Dat is voor de ganse dag. Ja. Dus. Dan voor spinning. Dat is een wel beperkt aantal leerlingen per les. En de les is 1 uur. Daar kunnen maar 20 leerlingen deelnemen per uur. Omwille van aantal fietsen. Daar hebben we de mogelijkheid, ofwel geven we zelf les, ofwel vragen we terug naar de instructor. Dat mogen we zelf kiezen. En dat zou 2 euro zijn per leerling. En dan hebben we nog Zumba, maar dat is sowieso onder begeleiding. Dat is 30 leerlingen per les. Dus we moeten een beetje zien naar ons aantal van de klassen, van de groepen, en dan misschien best kunnen nemen. Okay. Ja, en dan moeten we ook gewoon de keuze laten. Tussen de leerlingen, dat ze eigenlijk een keuze kunnen opgeven wat ze gaan doen. Ja, dat is niet alles tegelijk natuurlijk. Niet alles samen. Ja. En dat we toch eigenlijk een beperkt aantal leerlingen dan per les hebben, zou het wel eens goed kunnen zijn om dat onder te verdelen en misschien door te schuiven. Of... Ja, zeker. Dan moeten we zien dat we ook al goed op voorhand vragen dat we de juiste aantallen kunnen doorgeven. Ja, en ook dat ons doorschriftsysteem klopt. Ja. Oké, ja, sport al om veiligheid. De fitness is heel de dag vrij. Het atletiekveld ook. De spiegelzaal. Dus eventueel ja, een dans of zo. Dat is heel handig. Natuurlijk balsporten, mag je dat niet, met je spiegel. De danszaal en de danszaalkelder, die zijn ook bij jou een dag. Dus die kunnen we allemaal gebruiken, als we ja, dat tijdig laten leren natuurlijk. En een sportveld, wat zou je dat Ja, de sportzaal kunnen we sowieso ook gebruiken, hè, want dat is de normale klasse van ons school alleen. Ja. Dus ja, dat zijn nu onze klassen ja. Die dat gaan doen. Het voetbalveld is ook vrij. Dus. Ja, en we waren de vorige keer aan het klimmen aan het denken. Ja. Is dat ook vrij of is die bezet? Het is maar dat kunnen weten of we dat mogen schrijven. Die is bezet. Dat is wel mooi. Al die units. Ja. Dan is muur klimmen, dat zal niet gaan. Ja. Okay, misschien nog iets dat handig is, dat busje van elkaar leuren is ook heel de dag vrij, dus moesten we nog materiaal of zo moeten vervoeren, kunnen we ook gebruiken daarvoor. Ja, okay. En misschien ook mensen die geen fiets ter beschikking hebben, of geblesseerd zijn, of niet van locatie naar locatie kunnen gaan, is het misschien ook handig om dat busje te gebruiken. Ja, ja. Zeker. Ja, wie gaat dan de verschillende locaties vastleggen? Ik zou die sowieso al vastleggen. Ik denk dat we bij deze keuzes blijven. Allee. Ja. Ik denk. Misschien... Spinning en Zumba vastleggen? Of? Ja, ik zou beide vastleggen omdat één maar 20 leerlingen is. Ja, spinning is natuurlijk. En dan met 30. Je zit sowieso in het eerste jaar zitten ze al met 132. Je kunt moeilijk naar 132 op het ijs staan. Ja, dat is waar. Ik zou beide vastleggen en ze dan gewoon een doorschuifsysteem met keuze mogelijkheden laten. Ja. Maar je kan dus die schaatsbaan vastleggen. Ja.
contact heb opgenomen. En met die instructor al een keer of, allez, of zonder? Ik zou dan met een instructor nemen, dan kunnen wij ook, wij zijn ook een beetje voor gans de dingen, dus we moeten ook sowieso hier in de sporthal en zo aanwezig zijn. En we moeten een beetje rondlopen ook. Ja. Ook voor de schaatsbaan zelf ook. Dat kun je ook. Hoeveel was dat? 42 euro. Dus dan ben je er wel mee ingegeven. Ja. Ik denk dat dat er ook van afhangt. Als we daar bijvoorbeeld hockey op zouden doen, is het misschien wel interessant. Maar als we gewoon vrij laten schaatsen, is het misschien even makkelijk om daar een leerkracht of zo te zetten en een beetje in te houden. Zullen we zelfs misschien beter zien wat de juiste sporten en zo zijn? Oké. Want dan eigenlijk kunnen we ook pas de zalen vastleggen hier in de sporthal. Ja. Omdat we het voetbalveld nodig hebben of niet. Ja. Dus. Ja. Misschien de activiteiten dan eerst eens bekijken welke dan mogelijk zijn binnen de opgegeven locaties en zo. In de schaatsbaan is er dan Zumba, kunnen we eventueel doen, spinning. Ja, en de schaatsbaan afgehuurd. Dus dat zijn eigenlijk drie locaties waar we ze kunnen zetten. Ja, dat is spinning en Zumba is natuurlijk heel veel doen. Dat is beperkt, hè? Hoeveel volk zit er in het eerste jaar? In het eerste jaar zitten er 132 leerlingen en in het tweede jaar 120. Ik moet eigenlijk rekenen dan dat er 50 mannen aan Zumba en spinning zou kunnen deelnemen. Dus al de rest zou eigenlijk op de ijsbaan. Dus een, dan zou er 80-tal nog op de schaatsbaan. Dat is misschien wat veel. Misschien dan een randactiviteit kunnen. Er werd niet veel plaats er rond toe. En een parking of zo, is daar achter nog een veldje of zo misschien? Nee, ook niet. Nee. Dan zullen we misschien nog één groep hier moeten laden. Ja. Nog iets. Nee, hier heb je plaats genoeg. Je hebt daar wel atletiek tussen, het voetbalveld, danszaal en zo. Dat is altijd een noodoplossing, zou ik wel zeggen. Als we geen er niet in drinken. Moet je wel oppassen voor activiteiten buiten als het slecht weer is. Dat is niet. De hele dag in de regen moeten staan of zo. En natuurlijk als we die hier dan een deel gaan laten sporten, zal ik maar zeggen, dan zitten we in de namiddag natuurlijk weer. Maar op zich 80, is er zoveel voor een schaatsbaan. Volgens mij zijn er op sommige schaatsbaan tijdens vrije uren veel meer volk. Ja, dat kan wel. Dat. Ja, maar ze moeten ook zien dat je genoeg beweging, genoeg activiteiten. Dat is waar. Ze voldoende bewegen, het is een altijd een sporttuig, dus ja, dat is waar. Ze mogen niet gewoon langs de kant stil zitten. Nee, je kunt ook niet, als je de ene wat hoekie zou laten doen, dan ga je niet meer 40 van over. Nee. Dus. Misschien er is wel een redelijk grote parking daarvoor, voor de schaatsbaan. Misschien dat we daar iets zouden kunnen opstellen waarmee we zich bezig kunnen houden. Of dat ze eigenlijk eventueel moeten verplaatsen tussen de... Eventueel met de fietsen dat ze hebben meegebracht. We kunnen daar zorgen dat we zo een bedrijf met verschillende soorten fietsen, zo met een groot wiel, een klein wiel, zoiets in die zin, dat we buiten kunnen doen. Dat is ook altijd plezant. Natuurlijk in mei. Het is normaal redelijk goed weer.